En leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij. Hier op het Tooltracks, de enige echte natuurlijk. Nou, ik ben volgens mij verkeerd gereden. Ik ben vanaf daar gekomen, vanaf de vorige vlog. Ik ben voor mij één parkeerplaats ben ik te ver doorgereden. Dat is dom. Want ik had eigenlijk voor mij die andere parkeerplaats moeten hebben. Maar ja, ik verwacht nou niet echt dat ik daar kan wandelen. Want het is zeiknat. Ik ga eens kijken of dat hier ergens nog een route is. In ieder geval daar bij speeltuintje. Daar gaan we anders daarheen lopen. Maar dit is dus ook allemaal van dat uitgestrekte gebied. Allemaal. Wat je dus in de vorige vlog ook allemaal zag. Maar ik denk dat ik te ver doorgelopen ben. Ik had eentje terug moeten gaan. Maar ik heb geen zin om weer terug te rijden. Daar heb ik echt geen zin in. Mijn flesje die valt bijna op de grond. Nu dus wel. Ik heb mijn flesje niet goed. Ik wil even mijn flesje goed in mijn binnenzak steken. Nee, dat lukt niet. Want het flesje... Juist, nu wel. Kijk, nu lukt het wel. Kijk, zie je? Het is echt een bos, joh. Het doet me een beetje denken aan het Soppenwoud in de Efteling. Eens kijken, joh. Ja, maar ja, hier is het bijna niet toegankelijk. Eens kijken hoe stijl dat naar beneden loopt. Kijk, dat ga je echt niet lukken. Het is wel jammer, hè. De kat, hier had ik toch echt... Ah, hier had ik wel graag willen filmen, zeg. Zo, dit is wel natuurlijk fucking uniek, dit, hè. Dit is natuurlijk wel een uniek plekje, dit, hè. Ik denk dat hier nog nooit iemand een vlogje heeft opgenomen. Het zou wel natuurlijk bizar wezen. Maar goed. Ik denk niet dat het gaat. Het is nogal hoog en stijl. Dus ja. Kijk, er is een hele boom hier omgezaagd. Of een tak wel helemaal weg. Ja. Dat is nou jammer, hè. Dat is nou pech gehad hebben. Soms heb je ook wel eens als vlogger pech. En kan je niet af en toe alles opnemen wat je wil. Het is ook wel heel erg oppassen geblazen, hoor. Want als je nou daar kijkt, zit ook voor mij weer een slootje of zo. Zit daar zo. Dus het is wel heel erg link. Lijkt me wel een heel link plekje om hier te gaan lopen. Het ziet er wel heel mooi uit. Maar ja. Ik denk. Ik denk niet dat het een haalbare kaart is. Nee, ik moet eens kijken hoe dat loopt. Dat loopt helemaal zo stel naar beneden. En dan moet je ook dadelijk er nog eens opklimmen als je dadelijk weer terug moet. Ik heb mijn goede kleding aan. Ik ga dat echt niet voor elkaar krijgen. Ik zit te kijken, is er een openingetje? Dat doen vloggers altijd, hè. Is er een gaatje vrij waar ik stiekem doorheen kan glippen? Kijk, daar is ook wel water volgens mij. Dus je moet wel echt ontzettend oppassen. Ik denk niet dat dat gaat lukken. Om hier door te glippen. Het is wel allemaal een beetje, ja, hoe moet je het zeggen? Allemaal takken allemaal. Het is wel mooi, dat wel. Maar ik denk niet dat het een haalbare kaart is om hier te gaan vloggen. Verderop houdt het een beetje op. Misschien kunnen we daar een wandeling maken. Dat we wat kunnen zien van de buitenlucht. Kijk die blauwe lucht, dat blauwe water, zeg. Prachtig. Dat is de Nieuwe Maas. Kijk, hier houdt het een beetje op. Hier kom je ook spijkenissen weer binnen. Nee. Dan weten we dat voortaan in ieder geval. Twee plekken. Vanaf de Berenplaats is het de eerste parkeerplaats. En is het de... vanaf huis is het de tweede afslag. De tweede parkeerplaats die we moeten hebben. Maar kijk eens, jongen. Oh, dit is echt mooi. Maar kijk eens hoe stel. Nou, ik ga het hem echt niet worden, jongens. Ik ga het hem echt niet worden, hoor.
We gaan wel een andere expeditie doen. En dat is deze. Zo, daar zou je eigenlijk echt van dat bergbekleding spul voor moeten hebben. Dat je naar beneden kan opzeilen. Kijk eens. Die is ook wel leuk. Wat zee. Wel zijn natte schoenen, dat wel. Kijk eens jongens, een of ander beeld staat hier ook. En hier nog een of ander iets of zo. Daar is de losplaats altijd van ons. Daar zo. En pullenbakkie, bankie. Ik denk dat ik zo weer op mijn gemakje weer terug ga lopen. Even kort vlogje even. Vond het wel even leuk om even dit te laten zien. Kan ik potverdorie weer niet zien hoeveel ik gefilmd heb, hè? Dat zal je net zien. Die rotzon. 6 minuten. 6 minuten. Ja. Ook een vlog. Elke vlog is een vlog. Nou, hier kun je ook heerlijk wandelen. Het is nou niet echt dat je zegt van goh. Ziet het hier aan deze kant mooi uit, die andere kant is prachtig, maar deze kant is echt helemaal niks. Ja, dat zie je dan naar te kijken. Een zandbank. Meerdere zandbanken. En hierachter de Maaswijk. Maar ja, het is een wandelpaadje. Een wandelpaadje is het. Niets meer, niets minder. Dus ja, meer heb je hier eigenlijk niet. Even kijken. Ach ja. We hebben er gewoon lak aan. Ik denk dat ik toch nog even terugrij naar die andere parkeerplaats. Die was wel drukker dan deze. Er stonden ook een hele hoop mensen. Kijk, daar gaat ook alweer een auto weg. Maar in ieder geval ga ik denk ik misschien wel even kijken. Want ik ben toch best wel benieuwd of dat mijn plekje nog... Is het überhaupt nog toegankelijk? Misschien is het ruim afgesloten, wie weet. Je weet het niet. Je weet het allemaal niet. Ja, hier is nou niet echt dat je zegt van nou, dit is echt veel. Ik vond die andere route vond ik wel heel erg mooi. Maar ik ben echt één parkeerplaats te ver gereden. Maar dat maakt niet uit. Ik denk dat ik nog wel even terug ga rijden. En dan ga ik nog wel even kijken wat het wordt. Als het te druk is en niet meer toegankelijk is, dan kijk ik nog wel even verder. Nou, daar staat mijn autootje. Op de parkeerplaats. Daar staat hij. Dus ik ga nog misschien nog wel even heel even terugrijden. En dan ga ik nog wel eens even kijken of dat daar nog wel... dat daar nog wat te filmen is. Ik wil eigenlijk toch nog eventjes kijken bij mijn plekje. Zo. Je kunt ook gewoon de routes volgen. Dan hoef je niet zo naar beneden te stuiteren. Maar ja, jullie weten mij. Ik hou nogal van flink lekker denderen naar beneden en naar boven. Dat draai ik me al niet voor om. Nou, we gaan nog even verder kijken. Ga ik toch nog even terug naar die andere parkeerplaats. Dan gaan we even zien wat het wordt. Ik ben benieuwd, want het was er net aardig druk. Maar ik zie nu alweer een heleboel auto's terugrijden. Misschien is het nu minder druk. Wie weet. Nou, daar staan we dan op de tweede parkeerplaats. Ik ben inmiddels dus verder gereden, teruggereden weer. En we rijden nu op, staan nu dus op de tweede parkeerplaats. En... hier was het niet, want hier heb je zo'n soort dijk. Die heb je hier ook, kijk. Die dijk. Dus ik denk dat ik een klein stukje die kant op moet lopen. Daar was ergens toen de ingang. Kan zijn dat het nou weg is. Kan zijn dat het er nog is. Ik weet het niet. Ik vraag het me ook heel erg af. Een paar jaar terug waren we er wel geweest.
En met regen is het nogal slecht te doen. Dus dan is het echt heel drassig en bijna niet vooruit te komen. Maar we gaan kijken. Ik ben benieuwd. We lopen even naar de ingang toe. Ik weet echt niet meer waar die ingang is. Je had hier aan de zijkant zo'n ingangetje, had je hier ook. Maar waar die ingang is, ik zou het echt niet meer weten. Dus we gaan het even zien. Was het hier soms? Nee, hier was het niet. Nee. Het is wel een ingang die ik nooit ken. Zouden ze het weggehaald hebben, joh? Want normaal ging hier ergens tussen de bossen door helemaal naar beneden. Maar ik denk niet meer dat dat er is, joh. Ik denk dat ze nou dat pad gemaakt hebben daarvoor. Normaal had je echt zo'n padje naar beneden. Had je. Maar je ziet echt helemaal niks. Zie je. Nou, hier zit een hek. Oh nee, dat is een tak. Ik dacht dat het een hek was. Nee, dat is een tak. Hoe ken je dat nou, joh? Heel vreemd. Heel vreemd dit. Maar goed. Ik heb ook echt geen zin om een half uur te wachten. Om te gaan lopen zoeken waar dat nou precies was. Maar we pakken gewoon, denk ik, die maar dan. Hier heb je de pad. Kijk. Nee, want hier heb je niks meer. Voor de rest. Kijk maar. Het zijn allemaal dingen. Dus we lopen gewoon lekker terug. Dan hebben ze gewoon dat pad, denk ik, groter gemaakt of zo. Het was echt zo'n heel klein paadje was het. Want echt, als je er voorbij rijdt, dan zie je het bijna niet. Nou, dat is inmiddels nog steeds zo, want jullie weten het, ik ben dus net verkeerd gereden, te ver gereden. Dus je ziet het nog steeds niet. Maar ik had echt zo'n gevoel dat je tussen bomen door naar beneden moest. Maar het lijkt nu wel of dat het groter gemaakt is. Het kan zijn dat het groter gemaakt is. Maar vreemd is het wel. Ik sta er even uit te kijken. Nou, hier de mensen allemaal wandelen en ze ook de hond uitlaten. Het is ook een hele geschikte plek. Kijk. We lopen naar beneden. Maar ja. Het is niet meer zo drassig als wat het was. Moest je nog een boom voorbij en zo. Nou, als het regende moest je echt helemaal om die boom heen klimmen. Want dan was het zeik en zeiknat. En tot nu toe, zit er een graslaagje op en is prima prima vol te houden. Die kan gewoon zo helemaal naar achteren lopen. Later kom je ook bij de zorgboerderij uit. Dus het is nog wel aardig goed te doen hoor, hier ook jongens. Ik ga hem heel even neerleggen. En dan ben ik zo weer bij jullie terug. Ik ga even shikkie draaien eventjes voor onderweg. Ik heb al een tijdje niet meer gerookt. Dus ik heb alweer even tijd in een sigaretje. Dan ga ik nog eventjes kijken, want dit is wel heel vreemd. Ik heb dit nog nooit meegemaakt, joh. Zo makkelijk kan je hier lopen. Normaal was het altijd een hele moeilijke klus om hier te komen. Want het was zeik en zeiknat. Het was bijna niet te doen. Dus ja, ik vind het echt... Ik sta echt een beetje perplexed. Eigenlijk een beetje. Maar goed. Zo zie je maar. De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Oh ja, hier wordt het wel kleieriger.
Ja, hier wordt het wel kleiger. Ja. Maar dan hebben ze toch echt de ingang hebben ze veranderd. Want dit was vroeger heel anders. Je moest het echt weten. Want als je het niet wist, dan zou je er zo voorbij lopen. Maar goed, ik ga dus heel eventjes hem neerleggen. En zo, nou, daar zijn we weer, hè. Daar zijn we weer. Zie je wel. Ja, dit paadje is nog wel hetzelfde. De ingang is veranderd, maar dit paadje is nog steeds hetzelfde. Maar het is niet nat. Het is wel te doen. Dus het is er nog wel. Alleen, ja. De ingang hebben ze breder gemaakt. Misschien wel om ervoor te zorgen dat de mensen het meer zien en meer gebruik van gaan maken. Want het is natuurlijk wel een heerlijk pad om op te lopen, jongens. Ik vind het echt een lekker padje, dit. Lekker padje, lekker padje. Ik ga niet helemaal naar achteren lopen, hoor, want daar heb ik er echt geen zin in. Gewoon even een stukje wandelen, eventjes. Dan ga ik zo weer terug. En dan heb ik toch weer twee vlogjes opgenomen. Ja, leuk. Ik had de moed eigenlijk echt opgegeven. Ik had echt een beetje de moed opgegeven, maar het is toch wel aardig te doen. Prachtig, hè? Ja, het is echt prachtig hier. Ik ga weer lekker teruglopen, jongens. Ik heb het eigenlijk wel gehad, ik ben een beetje moe. Even een slokje water nemen. Om van de droge keel af te komen. Ah, de lucht op. Water is zo lekker. Zo, nou, gaan we weer. Kijken dat ik mijn tasje weer. Kijken dat ik mijn flesje weer in dezelfde. Ja, prima. Alles gaat prima vandaag. Ja. Gaat lekker. Nou, hebben we dat in ieder geval ook weer gezien? Hij is dus toch toegankelijk nog. Ze hebben hem wat breder gemaakt. Een beetje grotere ingang, dat je wat makkelijker er doorheen kan lopen. Maar het is goed te doen. In ieder geval, kijk eens jongens. Als je nou hier loopt, wat gebeurt er dan? Plats, daar in het water. Ja, ik ga het niet proberen. Ik denk dat het echt water is. Ja, het is echt. Het is ook gevaarlijk, hè, want je ziet niet. Je kan het bijna niet zien dat het water is of gras. Nou, prachtige omgeving. Mooi hoor, hé. Nou, toen weer even twee lekkere vlogjes opgenomen. Mijn dag is weer goed. Daar kan ik lekker voetballen kijken. En dan gaan we wel zien wat we de rest van de dag gaan doen. We gaan nog gaan livestreamen, maar ja, bijna niemand is er meer. En als ik wil gaan livestreamen, gebeurt er elke keer wel weer wat. Wat ik vandaag wel gedaan heb trouwens, dat is Metro Simulator. Dit is dus allebei, de vlogs zijn dus op een zondag opgenomen. En ja. Metro Simulator vlog geweest. Ik heb hem er net opgenomen. Ik wil mensen ook niet meer horen van joh,
Wanneer ga je weer eens metro sim laten spelen? Want ik heb vanmiddag echt een half uurtje ben ik live geweest. Niemand kwam bijna. Geen één kijker heeft zich gemeld. Beetje jammer. Dan zeggen ze elke keer ja. Weer eens metro simulator gaan spelen. Ja, leuk. Maar als er niemand komt, ja, dan ga ik geen metro simulator spelen. Elke keer zeuren van over metro simulator en dan komt er niemand. Zou je net zien. Zo, ik merk nou wel dat ik moe ben hoor. Hey. Dat ik even ga uitrusten zo dadelijk. Ja, nog 2 weken jongens. Dan heb ik lekker vrij, heerlijk. Lekker vakantie. Daar ben ik echt aan toe. Aan de vakantie. Nou. Ik heb ook echt het... het uithoudingsvermogen van een dood paard. Ook allemaal bossen hier, hoor. Nou, nee, het is echt veel te link om daar doorheen te gaan. Dat heb ik wel gemerkt in ieder geval. Dus dat kan je beter niet doen. Het is echt een beetje link. Linkensoep. Ik ga hem neerleggen jongens. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Ik zou zeggen jongens, vonden jullie deze vlog leuk? Doe de duimpje de lucht in. Abonneer voor meer. Druk op het belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden. En ik spreek jullie allemaal weer bij een volgende vlog. Ik ga lekker naar huis. Ik ben moe. Daar staat mijn karretje. Dus ik ben er eigenlijk wel klaar mee voor vandaag. Jongens, groetjes. En tot de volgende. Bye bye.